Ja, trainer, hebt u een beetje geslapen? Ja, het was een kort nachtje. Maar dat lijkt me logisch, hè? Want er spelen nog wel wat dingen door je hoofd dan na een nederlaag zoals gisteravond. Ja, dramatisch voor de mensen die geweest zijn, hè? Die je steunen. En ook dramatisch voor de club. En uiteindelijk zijn we er met z'n allen debet aan, want daar moet je ook niet voor weglopen. Hebt u de vinger op de zere plek kunnen leggen? Ja. Ja, het was gewoon heel simpel. Dit was wat slordig in de laatste fase. Nee, je moet de totale wedstrijd en je moet er niet voor weglopen. We hebben getracht om die wedstrijd te winnen. We hebben er heel veel in gestoken. En dan komt op bepaalde momenten zijn de laatste ballen niet goed. En zij zijn twee keer bij ons over de middenlijn geweest. Dat is met een vrije trap en met zijn corner. Nou, daar zijn we niet scherp genoeg in en die vliegen erin. Maar dat is heel vervelend. Maar voor de rest hebben we ook niks weggegeven. Dat zou ook slecht zijn tegen een amateurclub als je weggespeeld hebt. Maar dat is niet geweest. En ik blijf beamen, deze jongens die gisteren gespeeld hebben, willen ook dolgraag winnen. Maar het is alleen teleurstellend dat je dan voor de mensen die dan komen, dat je dat niet om kan zitten naar een 2-3, 4-0 gewoon een overwinning. Want dat zat er in het eerste kwartier zomaar in. Toch heb ik spelers gehoord die zich hebben geërgerd aan de instelling van een aantal. Nou, begin bij jezelf zou ik zeggen. En verbeter de wereld. Ja, als u naar zichzelf kijkt, hebt u dan spijt dat u met een B-team tussen aanhalingstekens bent begonnen? Nee, want dat is gelul. Want alles is plausibel in te vullen. Wij hebben te maken, en daar ga ik me niet achter verschuilen. Want ik vind ook dat het team van gisteravond stond, dat had gewoon moeten winnen. Maar er zijn een x-aantal spelers die normaliter hadden kunnen spelen als ze niet geblesseerd zijn geweest. En die zijn geblesseerd. Hè. Duitse voorzorg genomen om absoluut niet te laten spelen. Want dat is zonder een aardig potje, lijkt mij. Dat spreekt wel aan in het oosten. Kogel geblesseerd, Batiki geblesseerd, Lozinho geblesseerd, Antonia geschorst. Dan vergeet ik er nog één of twee. Dus uiteindelijk wat we voor handen hadden, hebben ook gespeeld. En ik denk als je Oyama laat spelen voor Derre Maatsen, dat een normale zaak is. En als je Suk laat spelen voor Brands op dat moment, is dat een normale zaak. En Lars Lamboy als rechtsback, terwijl we dan geen andere hebben, dan is dat een normale zaak. Dus het is niet zo dat het B-team gespeeld heeft. Alleen, er waren weinig andere keuzes voor handen. En die hebben we zo goed als mogelijk ingevuld. Ja, maar toch, bij Dongen uit deed u het ook. En daar ging het ook maar net goed. Ja, maar dan heb je niet goed geluisterd. Ja, nee, maar goed. U kiest ook voor de keeper bijvoorbeeld. Nee, maar dat heeft niks mee te maken. Bij Dongen uit is dan een keus geweest. Hè, dat je zegt van nou, ik vind dat die jongens dat moeten kunnen. En dan gaan we zo spelen. Nou, dat is goed afgelopen. Maar gisteren is dat een ander verhaal. Want dan moet je keuzes maken in spelers die je hebt. En dat is een keus die wij gaan maken. Maar nou ja, als dat achteraf een verkeerde keuze is, dat is mijn verantwoording. En niet van de groep, want ik kan ze niet ontnemen. Dat zijn belopen lanterfanten. Want iedereen die geweest is, heeft gezien dat we geprobeerd hebben die wedstrijd te winnen. En als dat dan niet lukt door twee standaard situaties, ja, dan is dat een hele vervelende conclusie. Maar je verliest zo'n wedstrijd daardoor. Hoe trof u de selectie aan? Zeer gefrustreerd. Zeer, zeer emotioneel dat we niet door zijn. Ja, dat heeft te maken met hun eigen prestaties voor de toekomst. Hè, want zo is het ook. Zeker voor de club, financieel gezien. Dat ze daar je weet nooit wat je gaat loten. En uiteindelijk ook voor de supporters dat we ze teleurgesteld hebben. Maar oké, het is de realiteit en daar moet je niet voor weglopen. En uiteindelijk, we kunnen het wel afzwakken, maar de uitslag is dramatisch. Je kan niet zeggen als je echt een supporter bent, en zo kijk ik dan ook naar zo'n wedstrijd. Hebben ze daaraan gedaan om die wedstrijd te winnen? Nou, als je dan op een gegeven moment in de kwaliteit wat schort, hè, dat zei je in de laatste bal of in het afmaakmoment. Ja, dat is dan zo. Ja, kan dit nou een begin zijn van een dipje? Of zegt u van nou, er is in ieder geval genoeg motivatie. Ja, die was er waarschijnlijk al voor de IJssel Derby. Maar ik neem aan dat ze nu helemaal op scherp staan. Ja, maar jij geeft het al aan. Hè. Die wedstrijd hebben we ook bewust weggeschoven omdat we die beker graag wilden winnen. En die derby die speelt, dat is logisch. Hè. Dat speelt zowel bij ons, zoals bij de mensen hier die ons een geel-rood hart toedragen. En uiteindelijk is dat een motivatie. Maar het kan twee kanten op. Hè. Je kan je overconcentreren en hoe moet ik het zeggen, de tik van gisteravond, dat je zelfvertrouwen schaadt. Of het geeft een ontiegelijke boost. En we hopen op dat laatste uiteraard. Ja, bent u zelf ook van de leg nu? Of nee, hè? Want daar is wel meer voor nodig. Ja, maar
Jongens, en ik zeg het maar, het is natuurlijk een mooi spel. En iedereen heeft een mening en iedereen is een supporter van. En ja, dat is sport. En hoe vervelend het ook is, maar het gebeurt niet alleen in Nederland. Hè. Het gebeurt ook in Engeland. Dat, maar toch, we kunnen dat wel blijven zoeken. Het kan ook zomaar zijn dat City uitgeschakeld wordt door een derde divisie. Dus dat is nou eenmaal zoals het is. En je moet de dag van vandaag moet je weer plukken om voor zondag een goed resultaat neer te zetten. Maar ik raak niet van de leg. Ik wilde toch even interrumperen, want je kunt verliezen van een amateurclub, maar een eredivisieclub thuis tegen een hoofdklasse, dat is nog maar 2 keer eerder gebeurd. Ja. In de hele historie. Ja, oké. Eens moet de eerste keer zijn. En, je moet er ook niet van weglopen. De uitslag is niet goed. Dat is duidelijk. En daar moet je ook, je hoeft je niet voor te schamen. Hè. Je moet het wel heel erg vinden dat je eigenlijk jezelf de kijk zet tegen een bepaald niveau van voetbal. Maar oké, dat is nou eenmaal voetbal. En als je helemaal weggetikt wordt en dat je loopt te kloten, ja, dan heb ik daar heel veel moeite mee. Hè. Maar het zijn 2 momenten geweest waarbij dat het standaard situaties zijn. En daar moet je ook weer een lering uit trekken. Zondag zal de wraak zoet zijn? Ja, we gaan ons uiterste best doen. He, maar vergeet niet dat Zwolle gewoon ook een fantastische ploeg kent. Dat we die week erop Feyenoord ook kennen. He, dat is niet van indekken. Maar dat het ook maar zo kan zijn dat dat tegen zit. Nou, ook daarin moeten we niet anders worden. Want eind mei moeten we zorgen dat we hier met z'n allen weer staan. En dat we een eredivisiejaar eraan kunnen plakken.